Perrysport, Actiesport, V&D, Dolci's, Invito, Manfield, Scapino, Telstar, Schoenenreus, MSC Tam. Het lijstje van winkelketens die in één jaar het Overijsselse straatbeeld hebben verlaten. En daar komen nog de losse winkeliers bij. Deels door internet, deels omdat ze niet meer bij de tijd waren. Retaildeskundige Cor Molenaar zag het aankomen. Compleet. Maar ja, enerzijds verrast me dat niet, want ik kijk altijd naar mensen. Hoe kopen mensen? Hoe kunnen we mensen beïnvloeden? En waarom kopen mensen als ze kopen? En toen ontdekte ik eigenlijk al in 2009 dat internet een belangrijke rol gaat spelen. Maar daarnaast ook de recessie en daarnaast ook het andere koopgedrag. We krijgen steeds minder vrije tijd. We zijn steeds zuiniger op ons geld. We gaan kopen bij winkels die we leuk vinden, bij steden die we leuk vinden. En als het niet zo is, kopen we op internet. Dus die verandering is eigenlijk wel lang aankomen. Alleen, de laatste 2 jaar is het ook duidelijk geworden in de bedrijfsresultaten. Waardoor een hoop winkels de laatste paar jaar verlies hebben geleden. Ja, en nu houdt het gewoon op van heel veel winkels. Natuurlijk is door internet een enorme verandering in het koopgedrag ontstaan. Maar Molenaar verwacht dat de trend nog doorzet en dat die leidt tot grote veranderingen. Ja, de grote ketens die dreigen ons te verlaten uit de binnensteden. Ik denk dat de grote ketens juist naar winkelcentra toe gaan. Die wij goed kunnen bereiken met onze auto. Waar parkeren gratis is. En daar gaan we echt heen om te winkelen. Daar verwachten de grote winkelcentra. Er kan ook een outletcentrum zijn. In de binnensteden natuurlijk altijd problemen van bereikbaarheid, van parkeren. Maar ook van de vrachtwagens die al die winkels moeten gaan bevoorraden. We horen allerlei klachten over het milieu. En daar horen eigenlijk die winkels niet meer in thuis. Wat we in de binnensteden willen zien is leukheid, gezelligheid, terrasjes, horeca. En leuke kleine boutiques en zelfs andere winkels. Dus kleinere binnensteden en de grote winkelketens mogen naar buiten gaan. Molenaar wordt als adviseur veel ingehuurd door de winkelketens, maar ook door gemeenten, onder andere Overijsselse gemeenten. Zo is hij ook in Hengelo geweest en daar ziet hij eerlijk gezegd weinig toekomst. Nou, Hengelo is echt een probleemgemeente. We hebben toch gezien na de Tweede Wereldoorlog dat die per ongeluk is gebombardeerd. En daardoor heb je eigenlijk een krater in Hengelo, waardoor je eigenlijk het hele centrum mist. We zien eigenlijk dezelfde ontwikkeling als bij Rotterdam, die dan wel met clusters bepaalde gebieden hebben ontwikkeld, maar die hebben geen hart. Hengelo heeft geen hart. En op dat moment zie je ook dat Enschede toch een veel leukere stad is waar men naartoe gaat. We zien ook dat in toenemende mate winkels dichtgaan in Hengelo. En dan moet je afvragen, ja, wat wordt dan de toekomst van het centrum van Hengelo? Ik denk dat het winkelcentrum buiten Hengelo veel succesvoller zou blijken te zijn dan het centrum. En misschien moet je het centrum dan wel een heel andere opstelling geven, alleen maar horeca en voor de rest niet. Overigens houdt hij voor Oldenzaal ook zijn hart vast. Molenaar is duidelijk. Gemeentebesturen moeten investeren om hun binnenstad te verbeteren. Ja, de lege binnenstad is een symptoom. De oorzaak ligt bij de mensen. Dus ik ga opnieuw kijken van hoe kan ik mensen motiveren om naar mijn plaats te gaan. Wat moet ik dan doen? Nou, dat is precies wat ik gedaan heb bij Hof van Twente. We hebben daar alle kernen opnieuw tegen het licht gehouden. En Diepenheim is natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld in Delden, een Markelo of een Goor. Er is een plan ontwikkeld voor elk van die kernen. De gemeente heeft dat helemaal 100% achter geschaard en ook geld vrijgemaakt. En het initiatief ligt nu bij de winkeliers en bij de mensen van elke kern om daar een succes van te maken. En op dat moment heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Voor de grote steden zijn de problemen natuurlijk ook veel groter. Winkelleegstandspercentages lopen op tot wel 20%. En de oplossing is er misschien wel, maar wie gaat hem dan betalen? Ik vind dat de gemeente moet de regie nemen. De grootste belanghebbende is de gemeente, want de gemeente is er voor de inwoners. Inwoners willen graag leuke, leefbare plaatsen hebben. En de gemeentes hebben ook het meeste belangen bij. Leegstand kost de gemeente direct geld in hun precariorechten, in hun belastingen, in hun goedbelasting. Dus direct voelt zij het in hun portemonnee. Als een gemeente economisch wordt aangestuurd, dan ga je zeggen, kijk, we gaan nu investeren. Dat betekent dat de leegstand misschien minder wordt. Dan gaan we de komende jaren meer geld binnenkrijgen dan als we niks zouden gaan doen. Alleen de gemeente heel vaak niet in investeren, maar in geld uitgeven. Maar dit is echt een investering die ze heel snel kunnen terugverdienen. Dus ik zou zeggen, gemeente, pak die regie, zorg voor een leefbare binnenstad. En op dat moment zul je zien dat de begroting ook ten gunste komt.